Hoi, in deze video gaan we de eigenwaarden en eigenvectoren van deze matrix bepalen. En dat doen we in drie stappen. En die heb ik daar rechts heel kort even opgeschreven. We berekenen eerst het karakteristiek polynoom van die matrix. Daarna bepalen we de nulpunten van de polynoom. En dat levert ons de eigenwaarde. En de derde stap is dat we de bijbehorende eigenvectoren ook uitrekenen. Nou, dat is een hele klus. En ja, we doen het rustig aan. We gaan beginnen. Uh, de eerste is dus het karakteristiek polynoom. Daarvoor moet ik eerst op de diagonaal overal lambda van mijn uh, matrix aftrekken. En daarvan wil ik dan de determinant. Dus ik schrijf er vast op dat we de determinant willen weten. En dan nou ga ik die matrix overnemen, maar dan ga ik overal op de diagonaal uh, ja, een lambda zetten. Zo. En 2. Uh, en dan krijg je ook weer 1 min die lambda die ik eraf moet halen. 0. En hier krijg ik 0 2 en 1 min lambda. Dus ik heb die diagonaal en overal een lambda eraf. van de determinant. En uh, ja, die kan ik uitrekenen. En laat ik dat dan ook maar meteen doen. Dat is uh, 1 min lambda. Hè, ik ga eerst deze term nemen. Dan moet ik keer de determinant van wat hier staat. Dus uh, dat is de determinant van 1 in lambda. 0, 2, 1 min lambda. Uh, min 2 keer. De determinant van uh, ja, wat ik krijg als ik deze kolom en deze rij weglaat. Dus dat is de matrix van de vorm uh, 2, 0, uh, 0, 1, uh, min uh, lambda. Zo. Oké. Okay. Uh, dan krijg ik dus hier 1 min lambda keer... Ja, dit is 1 min lambda in het kwadraat min 0. Dus dan kan ik gewoon opschrijven 1 min lambda in het kwadraat min 2 keer... En hier heb ik ook uh, alleen maar deze diagonaal, dit is gebeurd, want die andere is uh, 0. Dus krijg ik 2 keer 1 min lambda. Zo. En dit is mijn karakteristiek uh, polynoom. En uh, voordat ik haakjes ga uitwerken en dat soort dingen, uh, ga ik toch eerst even kijken naar het vervolg. En ik moet straks de nulpunten oplossen hiervan. Ik moet hem gelijkstellen aan 0 en dan moet ik gaan oplossen. En dan blijkt dat het eigenlijk veel handiger is om dan maar even nog geen haakjes weggewerkt te hebben. Nou, en waarom, dat gaan we nu meteen zien. Dit was dus fase 1, zeg maar. We duiken nu door in fase 2, waarbij we dat hele handeltje hier, zo, dit, deze jongen, gaan we gelijkstellen aan 0. En uh, ja, waarom heb ik geen haakjes weggehaald? Omdat ik nu in deze term een factor 1 min lambda zie en daar ook een factor 1 min lambda. Ik kan hem gewoon buiten haakjes halen. Het is 1 min lambda keer wat we overhouden, 1 min lambda uh, in het uh, kwadraat. En daar had ik 2 keer 2 en een minnetje, dus dat is uh, al met al uh, 4. Zo, en dat is dus nog steeds uh, gelijk aan 0. En uh, ja, dat kan ik oplossen. Dan heb ik, uh, ik ga even hierboven verder, dan heb ik dus ofwel dat lambda gelijk is aan 1, dat zou deze term 0 maken, dus lambda is 1, of... Uh, ja, Krijg je 1 min lambda in het kwadraat min 4 is 0? Uh, dat is hetzelfde als dat 1 min lambda in het kwadraat uh, gelijk zou zijn aan 4. En je ziet ook hier weer is het fijn dat we geen haakjes hebben uitgewerkt, want we mogen hieruit concluderen dat 1 min lambda dus gelijk is aan plus of min 2. En uh, ja, we hadden hier een derde vergelijking. Er staat hier een uh, lambda kwadraat en er nog een lambda. We verwachten drie oplossingen. We hebben ook drie oplossingen. Je hebt lambda is 1. Of uh, lambda is, uh, ja, als je hier plus 2 neemt, dan wordt het min 1. Of als je hier min 2 neemt, dan wordt het uh, lambda is 3. En uh, dat zijn dus mijn drie eigen waarden. En uh, nou is het probleem nog om daar uh, per eigen waarde de bijbehorende eigen vector te vinden. En ik zeg eigen vector, maar het is er niet één. Maar heel belangrijk is om in gedachten te houden dat er oneindig veel vectoren zijn die erbij horen. Welke vectoren dan? Uh, daarvoor gaan we ja, deze vergelijking oplossen. Dus ik pak mijn uh, matrix zoals die daar staat en ik ga in het eerste geval lambda is 1 doen. Dus bij lambda is 1 uh, heb ik uh, hier uh, deze matrix maar overal 1 ingevuld en dan krijg ik dus 0, 2, 0, 2, 0, 0 en uh, 0, 2, 0. En wat ik dus moet oplossen, uh, ik ga uh, op zoek naar vectoren v zodat als ik daarmee vermenigvuldig, um, ik schrijf die V nu als X, I, Z, dat er dan 0,0,0 uitkomt. Ja? En uh, ja, we kunnen nu alleen gaan vegen en toestanden, maar dat is meestal niet zo'n goed idee. Uh, de, namelijk de vergelijking die je krijgt, zijn voor kleine matrices gewoon altijd heel overzichtelijke vergelijkingen die we in één keer kunnen oplossen. Hier kan ik bijvoorbeeld uit de eerste rij, ter keer die kolom meteen opmaken, dat 2i uh, 0 moet zijn. En uh, uit de volgende rij krijg ik dat uh, 2x0 moet zijn. Ja, en die laatste krijg ik weer uh, ook uh, 2i is 0. Maar ik kan dus in ieder geval uh, concluderen dat mijn oplossingen van de vorm zijn uh, uh, ja, uh, 0. Uh, 0. Ja, en over z kan ik niks zeggen. Maar dat klopt ook, want z mag ik dus gewoon vrij kiezen. Hè, dus ik, uh, ik kan zeggen, ik kan hem bijvoorbeeld gewoon als 1 kiezen. En dit is in ieder geval dit is een eigenvector bij lambda is 1. En je kan het narekenen als ik deze matrix loslaat op deze, dan uh, krijg ik inderdaad alleen de laatste kolom, 001. Dus die doet het uh, inderdaad. Dit is een eigenvector. Maar uh, er zijn er oneindig veel, dus als ik in het algemeen de eigenvectoren wil uh, weten, dan, dan krijg ik eigenlijk alle veelvouden hiervan. Dus je zou kunnen zeggen, een constante keer dit. Hè? Dus uh, met de constante gewoon is een reëel getal. Oké? Okay? Dus uh, dat zijn je uh, eigen vectoren die horen bij lambda is 1. Nou, laten we dan ook lambda is uh, 2 nog even. Uh, nee, lambda is 2 we hebben we helemaal niet. Laten we pakken lambda is min 1. En dan is, denk ik, mijn bord vol. Dus dan uh, ik hou je die de laatste van me te goed. Uh, lambda is min 1. Dan krijg ik de uh, matrix 2. Uh, daar ook 2. 0. Uh, 2, 2, 0. En uh, 0. 2, 2, zo, en uh, het is goed om uh, op te merken dat, uh, ja, die, uh, we krijgen twee dezelfde uh, vergelijkingen, we krijgen twee dezelfde rijen. En in het algemeen verwacht je inderdaad dat de, uh, uh, dat de rijen onderling afhankelijk zijn, want alleen als de rijen onderling afhankelijk zijn, dan is de determinant van dit ding ook 0. He, die determinant die detecteerde of de rijen onderling afhankelijk zijn. Dus uh, dat maakt de vergelijkingen onderling afhankelijk. En dat betekent dus dat je altijd uh, ja, oneindig veel oplossingen uh, zal krijgen. En dat zagen we hier ook al geïllustreerd. Um, nou, ik kan dit dus vertalen in uh, twee vergelijkingen die ik heb. Ik heb aan de ene kant 2x plus 2y is 0. En uh, aan de andere kant uh, 2y plus 2z. Is 0 en uh, ja, daaruit kan ik dus concluderen dat x en y tegengesteld zijn en y en z tegengesteld zijn, maar ik moet in ieder geval een oplossing vinden. En net als hier konden we net die 1 gewoon vrij kiezen, ik kan hier ook beginnen met iets vrij te kiezen. Ik kan zeggen: ik, uh, ik kies x is 1, oké, okay? dus ik, uh, ik pak hier uh, een x is 1 en dan ga ik kijken wat voor gevolgen dat heeft. Ja, als x is 1, dan moet y, als die bovenste vergelijking waar is, dus min 1 zijn. En oh, als i min 1 is, dan krijg ik hier min 2. En als ik op 0 uit moet komen, moet z weer 1 zijn. Oké, okay, dus heb ik hiermee in ieder geval één eigen vector. En het fijne is dat alle andere oplossingen, die liggen gewoon in het verlengde daarvan. Dus net als net kan ik zeggen, de algemene oplossing is gewoon een constante keer die ene eigen vector die we hebben. Met die constante weer in, uh, in r. Nou, helaas, lambda is 3. Die, uh, die past er niet meer bij. Maar dat is misschien een goede oefening om dat eventjes uh, nu... Zelf thuis te doen. Succes. En dat was hem.